knutselen. En het is zomer. Heel erg zomer. En dan ga je natuurlijk naar het strand. Ja, en als je dan op het strand zit, lekker met je voeten in het zand, een tijdschriftje lezen, iets te eten, iets te drinken erbij. En natuurlijk een fantastische strandtas. En die ga ik vandaag maken van een t-shirt. Een t-shirt? En ook is dit een t-shirt geweest? Een t-shirt! Nou, dit is te gekke knutsel. Wat heb je daarvoor nodig? Een t-shirt, een schaar die speciaal is voor stof. Zo, dus je hebt nog wel wat ruimte in je tas om naar het strand te gaan? Zeker. Oh, nou daar heb ik wat voor. Want, wat doe je op het strand? Nou, ik speel graag een spelletje. En dan wel een heel leuk spelletje, lekker in zomerse sferen. Dus, ja, wat dacht je van memory? En dan, ja, niet gewoon memory met die vierkante plaatjes. Nee, memory op een stokje. En dit heb je nodig voor dit te gek gave memory spel. Ijsstokjes, gekleurd papier, een voorbeeld van een ijsvormpje, stickers, tekeningetjes van fruit, glitters, noem maar op. Een schaar en de bison alleslijm. Dit is eigenlijk de simpelste knutsel ooit. Maar pas op, want straks zijn alle t-shirts in je kast omgetoverd tot een strandtas. Dus daar moet je wel voor uitkijken. Het is zo'n leuke knutsel, zo ja. Leuk en zo makkelijk. We beginnen door het shirt netjes op de tafel te leggen en de mouwen eraf te knippen. Hup, gewoon zo die schaar in de t-shirt. Wat ben jij in de tussentijd aan het doen? Ja, nou ja, ijsjesmemory aan het maken. Ik heb een malletje. Dat is het ijsje. Blauwe ijsje. Nee. Alle ijsjes, als ze omgedraaid liggen, zijn roze. Dus ik ga eventjes flink wat roze bovenkantjes aftekenen. Nou, de mouwen zijn eraf, de kraag is eraf, de zoom is eraf. Maar ik ben nog niet klaar met knippen. Want nu ga ik de sliertjes erin maken. En wat ik eigenlijk moet doen, is gewoon stroken knippen in de onderkant van het shirt. Maar je hebt dit natuurlijk getest en je hebt gezien dat er helemaal hysterisch erover. Ja. Dus ik wou straks ook met jouw jurk beginnen als je dat... Deze mooie gestippelde jurk? Ja. En de extra grote strandtas. IJsjes zijn er natuurlijk in allerlei smaken. Banaan, chocola, strawberry cheesecake, cookie dough, vanille, tagliatella, walnoot, kaneel. Help me. Banaan. Oh nee, die hadden we al. Nee, het maakt niet uit. We gaan vandaag ijsjes maken. Ja, dan kun je gewoon een smaak geven die echt het beste bij je past. Ik hou ook van fruitijs, dus ik heb eventjes wat plaatjes van fruit op internet gevonden, uitgeprint. En die ga ik even inkleuren. Dus even goed aantrekken. Dat doe je eigenlijk bij allemaal. Dan zie je al dat het strookje verandert in een sliertje. Nou komt het leukste. Ik ga namelijk de ijsjes op elkaar plakken en dat doe ik met de bison alleslijm. Ik smeer eventjes één deel in. Deze lijm is op waterbasis en is dus heel veilig in het gebruik. Ja, de naam zegt het al, alleslijm. Ik wil er alles mee plakken. Nou, als jij nou eventjes doorgaat met plakken, laat ik even zien hoe je de tas verder afmaakt. Namelijk, ik heb alle sliertjes al geknipt. Ik heb ze uitgetrokken zoals je hier kan zien. Maar als ik er nu iets in stop, valt het naar beneden. Dus wat ga ik doen met al die sliertjes? Aan weerskanten leg ik gewoon even een knoopje in. Mijn favoriete ijsmaak is ananas. En die komt hier op het gele, op de gele achterkant van het ijsje. Want de voorkant is allemaal roze. En dat ga ik beplakken met de bison stick. Die moet ik even pakken. Oké. Oh nee, we hebben de kleine variant. We hebben de kleine variant. Oh, ik zag je al eventjes. Ik denk dat het een hele grote stick. Hap, 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 hap. Ai, 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 ai. Mijn strandtas is helemaal af. Ik heb hem versierd met deze leuke versiering. Het kan ook anders. Ta-ta-da. Lekker met kraaltjes. Maak hem zo gek als je zelf wil. Precies, maar nu gaan we een spelletje doen. Oké. Jij mag beginnen. Ik doe deze. Ik mag altijd twee, hè? Ja. En deze.